Wat doet de kinkrab uit de vriezer? Het is een verrassing. Wat een feest. Die wil je dus echt niet tegenkomen, hoor. Is echt doodheng. Ja, hè? Ga je hem laten ontdooien? Ja, daarom heb ik hem uit de vriezer gelegd. Ik wil daar vanavond even iets mee doen. Maar goed, toch? Nou, het is natuurlijk beter voor het vlees als je hem in de koelkast laat ontdooien. Je had hem beter gisteravond uit de vriezer kunnen halen. Ja, maar dat heb ik niet gedaan. Dus het heeft weinig zin om dat te zeggen. Zeg het maar, moet ik hem terugleggen? Heb je liever niet dat ik hem klaarmaak vanavond? Wat is de boodschap? Nee, zeg. Ga je gang. Natuurlijk mag ik er niets mee doen. Ga vooral je goddelijke gang. We moeten toch wat eten, toch? Heb je een lekker recept? Ja, dat denk ik wel. Dat denk je wel. Toch niks met knoflook, hè? Want je vader... Mam! Ik weet ook dat papa niet van knoflook houdt. Rustig maar. Ik zeg het maar. Ik zeg het alleen maar. Kan ik iets doen? Zal ik je even helpen? Jij hoeft helemaal niks te doen. Ik heb beloofd dat ik voor het eten zou zorgen. Jij hebt gisteren gekookt. Ik kook vandaag. Jij kan helemaal in de ontspanning. Ik ga enorm in de ontspanning. Ik vind het heerlijk dat er eens iemand anders kookt. Wat ga je verder maken? Weet ik eigenlijk nog niet. Kom ik nog even mijn weg doen? Nou, dat bedoel ik nou. Het is toch lastig koken in een vreemde keuken. En bovendien hebben we hier nou inductie en daar ben je niet aan gewend. Ik ben geen kind, mam. Ik weet echt wel hoe ik met inductie om moet gaan. Wil jij geen wijntje? Nee, dankjewel. Ik doe het even rustig aan, want ik ben nog een hele avond. Hoezo? Doe je rustig aan. Het is feest. Doe niet zo ongezellig. Het is een beetje vroeg voor een wijntje. Wat maakt dat nou uit? Ik vind een wijntje op dit uur van de dag gewoon heel erg lekker. Doet die vriend van je het ook rustig aan? Die vriend heet Rick, mam. Oh ja, Rick. Die naam past nou helemaal niet bij hem. Vind je van wel? Wat betekent die naam eigenlijk? Ik moet er even bij. En wat ga je nou maken? Ik ga een taart maken. Wat voor taart? Torta di nocciole e clementine. Dat is een recept uit River Cookbook. En iets met de kinkrab dus. En dan kom ik nog even kijken. Ik moet even kijken wat je in huis hebt allemaal. Heb je geen boodschappen gedaan dan? Jawel, kijk eens onder je neus. Natuurlijk heb ik boodschappen gedaan. Je ziet dat kat er staan, of niet? Wat ga je hiermee doen? Dat zie je wel. Nou, je hoeft niet zo aangebrand te doen. Ik ben alleen maar belangstellend. Ik vind het gewoon lekker om het allemaal uit de losse pols te doen. Vanmorgen heb ik even in de ijskast gekeken. En op basis daarvan verzin ik wat ik ga doen. Oh, de professional aan het werk. Ze verzint iets uit de losse pols. Nou, knap hoor. Mam, ik vind het helemaal geen probleem om dit even helemaal alleen te doen. Waarom ga je niet lekker in de woonkamer zitten? Omdat ik gezellig bij jou wil zijn. Wanneer zie ik je nou? Ik zie je bijna nooit. Wat zoek je? Een mes. Wat voor mes? Een broodmes. Ik wil rozemarijn bruschetten maken bij het voorgerecht. Maar wel zonder knoflook, hè? Want je vader kan... Ja, mama, ik weet het, zonder knoflook. Papa houdt niet van knoflook. Nou, wat een toon. Stond hier altijd een messenblok. Waar is het messenblok gebleven? Dat heb ik weggehaald. Dat leek me beter. De messen liggen hier. Kijk eens. Een mes moet je altijd met het heft naar voren aangeven. Dat weet ik heus wel, hoor. Thank you.